Goedendag Cindy, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Illegaals. Jij bent een van de finalistes. Stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben Cindy Grey, ik ben 21 jaar en ik woon in Turnhout. Ja. Maar jij bent toch niet van Turnhout afkomstig, hè? Want ik hoor zo een raar accentje daartussen. Ik heb 16 jaar in Brugge gewoond, maar oorspronkelijk ben ik van Mechelen. Ja, ja. En hoe komt het dat je dan verhuisd bent naar Turnhout? Relatie. Ah, ja, dat is een heel goede reden natuurlijk. Hè. Ja, vind ik zelf ook. Hoe komt het dat je eigenlijk meedoet aan Miss Illegaals? Omdat ik 8 jaar geleden onderweg had. Ik woog 39 kilo en ik ben op 8 jaar tijd naar 53,3 gegaan. En ik wil aan mensen tonen, want het maakt niet uit hoe lang dat je erover doet, hoe lang dat ik maar naar je streefgewicht gaat. En het gaat ook, maar alleen niet opgeven. Hoe kwam dat je dan zo met zo'n ondergewicht zat? Heel hard depressie. Ik ben mama verloren op mijn 4 jaar. En toen is eigenlijk depressie begonnen. Meen je dat? Ja, en daarvan die tatoeage. Ah, oké. Okay. Ik heb ze altijd bij me. En daardoor ben je eigenlijk aan een ondergewicht geraakt? Ja. En raak je daar, dat is onbewust dat je daarin geraakt? Dat is heel onbewust. Eigenlijk nooit niet kunnen verwerken en er ook nooit niet over praten. Ja. En eigenlijk tijdens mijn relatie ben ik daar pas over beginnen praten. Ja. En het is eigenlijk dankzij hem dat ik heel sterk sta. Ja. En hoe oud was je toen je die relatie had dan? Moest juist 18 worden. Ja. Dus... Dat is vrij spijtig. Hij is een beetje laat eigenlijk natuurlijk. Hè. Maar ja. Ja. Een beetje heel laat, maar het is niet in ons geven om over emoties te praten. Nee, dat klopt. Hoe is dat? En hoe heb je dat dan terug opgebouwd? Eigenlijk uit zelf. Omdat je zo op je gemak voelt bij iemand, komt dat er gewoon uit. Ah ja, dat is dan wel echt een goede vriend voor jou. Ja. Oké, dat is super. Oké, dus ja, ik moet je niet vragen wat je vriend ervan vindt dat je meedoet. Nee, hij steunt me wel heel hard. Ja. En je omgeving? Ook, ze staan hier ook dus. Ja, ja, ja. Was het parcours dat je eigenlijk gaat afleggen bij Miss Illegaals? Ik ga vooral nog verder sponsors zoeken. En ik denk ook dat ik een paar psychiatrische instellingen ga bezoeken, waar dan echt mensen zitten van onderweg, dat ik ook kan uitleggen van kijk, je kan het met een heel goede steun. Ja. Dus je gaat die daadwerkelijk helpen eigenlijk? Ja. Dat is ook mijn bedoeling en ook een beetje mensen een vibe geven van, ze heeft er ook 8 jaar over gedaan, moet niet op een korte tijd. Nee, dat is een heel mooie gedachte. Hè? Ja. Ik vind dat echt tof dat je zoiets wilt doen eigenlijk. Waar denk je dan binnen 5 jaar te staan? Oei, die vraag is mij nooit niet gesteld. Maar ik ben ook aan het studeren voor stewardess, dus daar wil ik vooral gaan. Ja, ja, ik wil vooral reizen, wereld zien en er wel mijn job van maken. Ja, ja. Wat is je favoriete bestemming? Thailand. Ja, waarom? Omdat ik ben heel zot van unicorns en daar hebben ze een heel groot unicorn café. Ik ben er al geweest. Dus. In Thailand? Ja, in Bangkok. Ah ja, ja. Ah, toch. En hoe was het daar? Oké, leuk. Ik wil echt terug. Ik wil er niet meer van weg dat ik daar ben. Dus daar heel mooi. Ja, hoe zijn de mensen daar? Heel sociaal. Klein, maar sociaal. Dat is wel leuk. Ja. En hoe is het eten kinder? Want ik eet zelf ook graag oesters. Dat is heel, heel pikant, moet ik zeggen. Want Thais hier is veel softer van pikantheid dan daar. Want ik heb toen echt heel veel buikpijn gehad van pikantheid. Ja. Zeg, als we jou nu moeten leren kennen als vrouw, wat moet ik dan weten over jou? Ik ben eigenlijk heel sociaal en ook soms te luid. Ik denk zelf niks aan doen. Maar ik kan ook heel veel verdragen. Dus dat weet ik van mezelf. Sorry, ik heb jeuk. Dus dat is zo het enige. Ik heb een grote rugzak, maar ik kan ook tegen heel veel. Ja. Ik ben ook iemand dat heel behulpzaam is. Ik merk van het gaat minder, maar iemand ga ik daar direct naartoe. Oké, dat is een fijne gedachte voor af te sluiten. Ik wens je nog heel veel succes. Dank je wel. Ja, alsjeblieft.